Zo slecht. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdag. Ik ben weer terug in Amsterdam. Het is ochtend en we zijn spullen aan het inpakken, want we gaan een week op een boot. En daar hebben we super veel zin in. Lekker geen make-up dragen en chillen. En lekker bijslapen met Bibi en Olivia en Sander. En dan daarna gaan we naar L.A. Waarom heeft Olivia een pen op? Omdat ze met een pen heeft gekrast. Daar zijn Bibi en O. En ik heb deze crop top aan van Calvin Klein. Die doe ik via About You. Ik zal hem hier onderlinken. En vintage Levi broek. Dus ik ga nu even snel nog wat inpakken. Wij zitten met die broekjes. Lekker. En wat was dat? Ik heb Bibi's kussen hier, dus ik ga lekker even op balkje daarop liggen, ook al is het maar een uurtje rijden. Wij zijn op de boot aangekomen en we varen net. Ik heb even boodschappen gedaan en ik zal jullie even een kleine boottour geven. Hier kom je binnen. Oh, mag ik je helpen? Dat vind ik echt leuk om te doen. Met de boottour. Ja, rijd jij ons maar rond. Dat is ook echt leuk om te Sanna, jij een oogje op Ollie dan? Ja. Ik vind het ook echt leuk om te kijken. Oké, Bibi. Doe hem even af met dit dan. Dit? Welkom. Ja. Op dit band. Hier heb je een heerlijk... Die had ik al laten zien. Nou, dat. Ja. En dan heb je hier een bank. Die in bezit is van Olivia. En haar chips. En dan is hier het stuur. Met lekkere snacks en de kaart. En we gaan zo meteen naar Graauw of zo? Graauw. Nee, Graauw. Naar Graauw gaan we. Ja. En dan gaan we hier naar beneden. En ja. Dan heb je allemaal chips. De subies hadden een flesje voor jullie. Oh lief. En dan gaan we weer naartoe. Ik heb al een beetje zooi neergegooid. Hier naar beneden ga je naar de keuken. Allemaal koelkast en zo. En dan heb je hier ook nog een extra slaapkamer. Het gebruiken wij als opslag. Storage. En daar ligt. Dat hoeven we niet allemaal te laten. We doen even een globale tour. Ja. Wat is hier eigenlijk? Koelkast. Koelkast, oh ja. Net ingeruimd. Hier gaat Bibi slapen. Heb jij je eigen badkamer en je douche? Ja. Wat chill. Oké, let's continue. Al dat marmer zit overal. Dat marmer? Ja. Hou jij van marmer? Ik hou dat ook. En, oh, een oven. Deze magnetrons voor Ollie's melkjes, chill. Let's go. Ja. En dan heb je hier een oven. Hier heb je al die bestek en zo liggen. Ja. Oh, niet erg. En dan gaat Ollie. Ja, misschien gaat het hier slapen. Of misschien tussen ons, moeten we nog kijken. Ja. En dan. Ja. Dus een stapelbed. Misschien gaat Ollie daar, maar ja. Ik weet nog niet. Ik moet even kijken hoe ik het vind. Er is wel vloerbedekking, maar bijna dat ze haar hoofd stoot. Ja, als het omhoog gaat. Zieken. En dan is dit. This is where the magic happens. Hier slapen we van. Ik vind het eigenlijk best wel groot voor. Ja, ik kan niet zo goed helemaal filmen, omdat het lijkt klein zo. En dan is hier nog een badkamer. Ja. Oh, we gaan de bocht toe. En dan moet je papa helpen. Ja, dus ja. Ik ga naar boven. Ja, ik ga zo mijn spullen uitpakken. Thanks. Ja. En ik weet eigenlijk niet of ik dit net had laten zien. Dit is de voorkant van de boot. En zo zien we Sander. En het is zo lekker weer. Echt perfect vaarweer. Ik hoop dat het de komende dagen zo blijft. Dan kan Ollie ook lekker misschien het water in met haar zwemvest. En we hebben een opblaasflamingo bij ons. Met een opblaasflamingo in. We hebben aangelegd in een haventje in Graauw. En dan gaan we nu uit eten. En Ollie is al een beetje moe alleen. Wij zitten lekker te eten. Ollie is nog lekker opengekrabde plekken. En we hebben trouwens allemaal ons eten gehad. We hadden biefstuk en sliptong. En van alles heel goed. Bibi heeft alleen sliptong. Nee, grapje. En super gezellig. Onze vakantie is begonnen. Het is echt heel leuk. Zo slecht. Hoera! Hoera! Ja. Ze gaat ze allemaal op haar bord leggen. Maak je een eigen bordje, Olivia? Is leuk. Ollie drinkt even onder de genot van de zonsondergang haar melkje op. Zo gezellig, het is donker buiten en we gaan nu lekker gezellig met z'n allen een film kijken. En Ollie slaapt al. En wij gaan lekker slapen, sinds de film kijken en lekker naar bed. Het was echt een super leuke eerste dag en we hebben heel veel zin in de komende dagen. Dus ik hoop dat het weer mooi blijft. En ja, bedankt voor het kijken. En kijk gezellig mee deze week als je niet gesubscribed bent. Doe dat dan hieronder, dat zou ik heel leuk vinden. En ik zie jullie morgen weer. Laat rusten.